Landroid keert automatisch terug naar het laadstation om de accu op te laden. Hoe? Landroid volgt de grensstraat tegen wijzerzin tot hij zijn bestemming bereikt. Wanneer? Als Landroid een lage accustand detecteert, stopt hij met maaien en keert hij terug naar het laadstation om op te laden. Hoe werkt de shortcut? Dankzij de shortcut wordt de weg naar het laadstation verkort, wat tijd en energie bespaart. Hoe stelt men de shortcut op? Voor de shortcut gebruikt men twee magneetstrips die haaks op de grensstraat gezet worden. Wanneer Landroid deze tegenkomt, zal hij 90 graden linksom draaien om de grensstraat recht daartegenover tegemoet te rijden. Wat is het voordeel? Hierdoor neemt Landroid een kortere en snellere weg naar het laadstation om de accu minder te belasten. Is het mogelijk meer dan één shortcut op te stellen? Absoluut, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de tuin is het mogelijk verschillende shortcuts op te stellen. De magneetstrips dienen minstens 20 centimeter lang te zijn en dienen minstens 30 centimeter van elkaar verwijderd te zijn. Ze moeten gecentreerd worden volgens waar de of limiets in de robotmaaier geïnstalleerd is.